Ik heb helemaal de slappe lach van brakheid. Helemaal top! Jezus, wat is het duur om je huis een mooie look te geven. Echt, outfits zijn er niks bij dat er thuis een lekkage is. Vaak kijken naar mijn nieuwe vloer. Wow, dit maakt veel verschil. Dit is geweldig. Hallo, hallo. Het is een spannende dag, want vandaag begint officieel, ja, de Makeover Madness. Ik heb hier natuurlijk heel lang naartoe gewerkt. Echt dat je denkt, hoezo duurt het allemaal zo lang? Gaat er ooit nog wat gebeuren? Maar ja, het duurt natuurlijk eindeloos om nieuwe meubels in te meten en te bestellen en uit te zoeken. Kleurenschema's samen te stellen, je huis op te meten, een hele badkamer bij elkaar te zoeken. Tot op de laatste stopcontactjes en kraantjes en deurknopjes en dat soort toestanden. Dus dat is allemaal gebeurd. Maandag, over 3 dagen, wordt de vloer eruit gehaald en donderdag komt de nieuwe. Rip uit mijn lijf. Jezus, wat is het duur om je huis een mooie look te geven. Echt, outfits zijn er niks bij. Maar het is het wel waard, denk ik. En ik denk ook echt elke dag dat ik hier thuis ga komen en gelukkig word van dat het zo mooi en zo als mezelf voelt, is gewoon echt een geluksmoment. En het is natuurlijk mijn eigen huis, dus ik heb het gekocht. Dus het is sowieso een goede investering of ik het nou wil verhuren aan iemand of wil Airbnb'en of wat dan ook. Als ik op een gegeven moment niet meer inwoon, is het toch goed dat het er goed uitziet. Ja, waarom is vandaag de eerste dag? Omdat ik zojuist allemaal meubels, die nu allemaal om me heen staan, in de verkoop heb gegooid. Mijn telefoon die gaat echt non-stop af. Ik heb gisteren even een oproep gedaan op stories dat ik dingen online ging zetten. En ik heb zoveel berichten nu. Ik blijf maar binnenkomen. Oh, de bel gaat ook. Oh, dat is Steve. Dit is wel heel grappig. Die komt de sleutel ophalen omdat de vloerleggers er maandag in moeten. Hallo? Hey, hallo? Kom binnen. Dat niet, het is gewoon Jordi. Ook gezellig. In ieder geval, wat er allemaal uitgaat is deze fantastische spiegel met kledingrekje waar ik gewoon geen ruimte meer voor heb helaas. De lokkerkast. In ronde 2 ook deze bank. Deze bijzettafeltjes. Deze stoel. En nog veel meer. Dus het is super leuk. Ik heb helemaal adrenaline. Ik voel me ook een soort veilingmeester. Want ik heb dan de hele tijd berichten. En dan moet ik zo. Ja, jij. Oké, jij bent de eerste. Wat zijn je gegevens? Bla bla. En ik ben de hele ochtend al bezig met foto's maken. Editen. Dingen opmeten en zo. Dus het is best een klus. Maar heel leuk. Ik ben nu met Kimmy. Hallo. Kim gaat verhuizen binnenkort. Dus we zijn samen richting Praxis om wat verhuisdozen te halen, zodat ik al mijn spullen op kan slaan en maandag alles uit de weg is voor de vloerenslopers. Had ik even niet over nagedacht, dus dat doen we nu. Gooien we allemaal in de auto die Kim heeft. Vet chill. Helemaal top! Hoppakee. Goedemorgen! Hoi, goedemorgen! Het is hier zo'n troep, ik word helemaal niet chill van. En over een paar uur komen mensen dingen ophalen. Wat ik heel leuk vind en heel gezellig. Ik heb natuurlijk alle kasten uitgeruimd. En toen kwam ik ook zoveel beautyproducten tegen. Dus nu heb ik een hele bak gemaakt met nagellakken, haarlak, droog shampoo, lipglossen. Weet ik veel. Wat mensen dan ook mee mogen nemen als ze iets komen kopen. Dat ze minimaal 5 dingen uit de beautydoos mee moeten nemen. Gewoon als lief cadeau. Want ik vind het heel gezellig dat ze hier komen. En ik heb wel een soort rare tik dat ik nooit mensen bij mij thuis uitnodig. Dus ik vind het eigenlijk best wel spannend dat er dan mensen in mijn huis komen. Helemaal ook mensen die mij natuurlijk volgen. Dat is best gek, vind ik. Maar Jordi snapt dit niet, maar ik vind het best spannend. Verder, een spooky lookje aan van deze joggingbroek van Garni die ik nieuw heb. En lekkere Puma's die ik nieuw heb. Die kreeg ik opgestuurd en die vind ik heel vet. Ook is Jordi maar deed hij pesten over hoe ik woorden zeg als verder. Krakker. Svetter. Krakker. Het is bijna leeg het huis dadelijk. Dat vind ik echt wel amazing. Nu gaan we even de auto ophalen bij mijn broer en dan spullen bij Jordi droppen. Oh, kleine toestie. Ik heb helemaal de slappe lach van brakheid. Ik wil niet meer. Alle items zijn zo goed als verkocht en ik ben nu mijn spullen allemaal in dozen aan het stoppen. En nu gooi ik dus met mijn doos mijn koffie om. Dit geeft wel aan waarom ik zo'n onwijs kneus ben met deze dingen en het niet zelf kan. Fuck my life. Over mijn all-stars. De locker is weg. Best wel veel ruimte eigenlijk als ik het zo zie.
Ik ben er en ik heb bij me een moodboard. En Odette! Tada! Zo leuk dit. Ja, Odette gaat op basis van mijn moodboard helemaal uitleggen wat haar gedachten zijn. En hoe je nou die kleuren en stoffen combineert en zo. Je hebt het spannend ook hoor, want jij bent zelf altijd al helemaal zo getuned en gestyled. Nou, ja, ik kan mezelf wel een leuke kleur aandoen, maar ik vind interieur wel echt een ander ding. Dus ik vind het altijd heel leuk om te horen wat andere mensen bedenken. Dus ik bedoel, ik kan ook zelf leuke dingen bedenken, maar het is toch jouw expertise. Dus dat is leuk voor de inspiratie. Ja, ben benieuwd. Nice. We hebben hier natuurlijk een lekkere moodboard. Ja, dat ziet er al heel fijn uit. Ja, heel blij van me. Gekleurde bolletjes erin. En ik heb hem natuurlijk al eventjes gezien per mail. En ik werd al heel blij van de kleurencombinatie. Dus dat zachte nude, een beetje dat vergrijsde roze. Mm-hmm. En dat mooie, hele donkere groen. Het is een hele mooie combi. En ook wel een trendy combi. Maar ik denk wel dat dat zacht roze wel meer een soort van nieuwe neutral is. Dus dat blijft echt nog wel eventjes. Okay. Ja. Maar ik dacht, er kan er wel een beetje pit bij. Dus ik heb het vertaald. Mm-hmm. Zo naar een nieuw moodboard. Lekker ziet dit eruit. Met jouw kleuren erin. Ja. Dus ook echt een hele donkere emerald green. En mooi dat zacht roze. Maar dat meer eigenlijk om als een soort van accentje te gebruiken. Mm-hmm. Dus niet meer te groot. Om een beetje hier met mijn moodboard uit te leggen. Je ziet hier ook dat ik veel donkergroen heb gebruikt. Ik denk ook dat dat tof is in je interieur. En mensen zijn soms heel bang met donkere kleuren. En hij zei, ik vind, ja, wordt mijn interieur daar niet kleiner van. Maar dat is echt niet zo. Mooie grote vlakken maken echt een statement. Ja. Net als grote meubels. Het zorgt er juist ook voor dat je ruimte veel groter wordt. En dan denk ik wel dat echt een mega eye-catcher gaat worden, is jouw tafel. Want daar kan je lekker aan werken, daar kan je ook aan eten. En ik denk ook dat die ietsjes meer richting een raam gezet kan worden. Je huidige tafel staat nu wel bij het raam, dus je televisie een beetje zo tussen gestopt. Dat vind ik zonde. Ja, dus die moet echt gewoon, echt, dat wordt jouw plek. Dat is leuk. Ik heb er maat over nagedacht dat die ook bij het raam kan. Dan kan je natuurlijk lekker naar buiten kijken, met je werken. En dan denk ik ook qua opstelling, wat ik zei van, die blijft hetzelfde, maar je hebt wel een lekker hele grote bank. Dat je daar lekker op kan relaxen. Maar vanuit je bank kijk jij dus nu zo bam heel ver, eigenlijk over een aantal spullen heen, naar je televisie. Dus als je een mooie kleinere televisie hebt die je wat dichterbij kan plaatsen, dan heb je hier ineens een hele eethoek helemaal over. Ja, dus dan is die kamer eigenlijk, kun je die veel functioneler indelen. Dus je komt hier nog steeds binnen, links het zitgedeelte en dan hier de tafel. Maar dan wordt dit echt een eetwerkgedeelte met dat mooie klasse eruit. Ja, precies. Ik denk dat het altijd wel fijn is om in eerste instantie te bedenken, oké, wat is de basis van mijn interieur? Dus wat voor vloer, hè? Daar moet ook een hele mooie, toch? Een mooie houten vloer in. En wat wil ik op de muren? Zo heb je een aantal grote vlakken en als je daaruit bent, vanuit daar verder werken. En dan kijken naar, wat vind ik fijne kleuren, maar ook wat is functioneel. Want stel dat jij een hele knalgele bank zou willen hebben, dat is wel tof, maar het kan best zijn dat je daar over 2 jaar op uitgerekenheid raakt. Dus je moet ook een beetje kijken van, hoe wil ik die ruimte gaan gebruiken en ben ik veel van de veranderingen in mijn interieur of ben ik eigenlijk best wel snel tevreden, dan moet je gewoon een interieur gebruiken die gewoon heel de jaren meegaat. Ja. En qua kleuren kijk ik altijd voor naar je 2 hoofdkleuren, soms 3 en een paar accentjes erbij. Ja. Ik ben dus op kantoor waar ik ook heel lekker aan het opruimen ben. Vuilniszakjes, meeneemzakjes. En ondertussen word ik dus gebeld dat er thuis een lekkage is. Ze hebben net mijn oude vloer er helemaal uitgehaald. Nu ligt er om de koelkast een hele plas met water die nieuw is. En we weten dus niet of het van de koelkast of van de badkamer komt. De badkamer is ook de plek waar ik alle spullen uit mijn huis op heb gestald. En op heb gestapeld tot aan het dak ongeveer. Want ik heb geen opbergruimte. Het is echt what you see is what you get. Amsterdams appartement. Geen enkel berg, ook keldertje, zoldertje, iets. En nu moeten ze dus in die badkamer. Dus zijn die klusmannen al mijn spullen uit de badkamer aan het tillen. En weet ik ondertussen niet waar de lekkage vandaan komt. En over 2 dagen wordt de vloer gelegd. Daarvoor moet het natuurlijk bepaald zijn. Want als er een lekkage is, wil je daar niet een nieuwe vloer bovenop gaan leggen van 1000 euro's. Dus dit is wel moment 1 waarop ik denk, oh ja, hierom heb ik dit altijd uitgesteld. Dit soort dingen. Je moet ook zoveel thuis zijn. Ik was dan zondag spullen aan het verkopen in mijn huis.
Dan is er nu iemand voor mij thuis vloer eruit te laten slopen. Dan moet ik thuis zijn als de vloer gelegd wordt. En thuis zijn als de planken geleverd worden, de dag daar weer voor. En nu dus ook voor een loodgieter voor de lekkage. Alleen al om die vloer te kunnen laten leggen. Oh my god! Het is nu een soort van dag 3 of zo sinds de vloer eruit is. En de lekkage is niet meer teruggekomen, dus dat is heel fijn. Ik ben op het moment ziek en wil eigenlijk in bed liggen. Maar ik moest hier naartoe om deze vloeren binnen te laten. Ze zien er heel mooi uit, maar ik vind het ook heel spannend. Dus ik durf eigenlijk niet naar te kijken. Dit is dus hoe het er nu uitziet. Alles is leeg. Kijk, hier was dus een lekkage. Best wel flink ook. Maar er is geen nieuw water bijgekomen. We weten alleen niet zeker of het nou van de koelkast kwam of niet. Ik vind dus zo'n ondervloer ook best wel mooi. Dit zijn de pakketten. Ik moet zeggen dat ik heel erg geschrokken van hoe licht deze planken eruit zien. Maar volgens mij is dit dus de achterkant. Dus ik ga even op onderzoek uit. Let ook niet op deze super random outfit. Want dit sweatertje lag nog bij Jordi en deze broek had ik gisteren aan. Het ziet er een beetje gaar uit. Hallo! Dit is namelijk de achterkant, denk ik. En die is zo licht, wat ik absoluut niet bedoel. Maar dit is de echte kleur. Ja, mooi. Het is echt best wel donker. Best spannend, want in mijn hoofd wilde ik altijd een lichtere vloer. Kijk, hier zie je het verschil. Dit is de achterkant. Dus ik schrok even heel erg, want zo was mijn vorige vloer. En dat was dus niet de bedoeling. En dit is het nieuwe hout. Het is wel echt heel mooi en een volwassen kleur, vind ik. Echt prachtig. Een eikenhouten vloer, een rib uit mijn lijf. Ik denk echt de duurste aankoop die ik in mijn hele leven heb gemaakt. Echt een paar duizend euro. Heel duur. Maar zo mooi. Woehoe! Hallo, hallo. Het is de dag dat mijn vloer gelegd gaat worden. Hij is gisteren bezorgd. Ik voel me al een stukje beter. En ik moet zo ook naar een werkding toe. Dus ik heb me even opgemaakt, opgepept. En en ik ga nu even langs huis om te kijken hoe het ervoor staat. Want ze zijn net begonnen als het goed is. Ik sta nu voor de deur van mijn huis. Waar ik ga kijken naar mijn nieuwe vloer. Wat? Zo, ander huis. Oh, wauw. Wow, joh, dit maakt veel verschil. Maakt het meteen zoveel luxer, hè? Echt een wereld van verschil. En wat dus ook heel mooi is, is dat we hier allemaal lange planken hebben gebruikt. Zodat er helemaal een zichtlijn ligt tot daar. Oh, het is zo mooi. Echt heel mooi. Zo anders. Oh, die hoge plinten zijn ook echt nice. Even de kamers bekijken. Oh, het galmt hier helemaal. Ja, heel nice, hé. Oh, het is zo anders. Oh, het is echt heel mooi. Omdat ik natuurlijk wil laten zien hoe het echt gaat, wil ik ook even filmen dat er dus plinten zijn gebruikt in een totaal andere kleur hout. Wat super irritant is. En waardoor ik meteen ook niet meer blij ben met deze vloer. Maar goed, het wordt vast opgelost door het bedrijf. Fucking dom, hoe kan je dit nou neerleggen? Een soort whitewash op een donkere gerookte vloer. Dat is echt debiel. Joehoe, de meubels worden nu geleverd. Ik heb al één doos ontvangen. Die staat hier. Ik dacht, ik pak het allemaal in één keer uit. En zo meteen worden een heleboel dingen bezorgd. Zoals een loodzware tafel, stoelen. Ik weet eigenlijk niet wat er allemaal in één keer komt. Want volgende week komt ook een deel, waaronder mijn bank en een poefje. Dus heel veel zin in. Ik heb de meeste van mijn meubels van West Wing. En daar past dan alles heel goed bij elkaar. En ben ik hem geadviseerd op kleur en stijl. En dat werkte heel fijn. Dus ik kan niet wachten tot dat er allemaal is. En dat gaat zo'n groot verschil maken, denk ik. En dan moet het natuurlijk geverfd worden en nog allerlei andere details. Maar stukje bij beetje begint het wel te komen. Dat is wel echt heel leuk.
Het is nu eigenlijk zo'n tussenfase van dat er en allemaal dozen en uitgepakte spullen en bergen met karton in mijn huis liggen. En nu komt de marmerloop tafel, wat super spannend is. Dit is echt de eyecatcher die ik heb gekozen voor in mijn huis. Het is een ronde tafel met een zwart marmeren look. Het is geen echt marmer, want dat is natuurlijk onbetaalbaar en ook loodzwaar. Hij is wel verzwaard, weet ik, met zand. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Het is echt, ik vind hem zo vet en hij is heel opvallend, maar hij kan denk ik echt op 10 verschillende manieren gestyled worden. Dus dat vind ik wel een hele, hele leuke om uit te gaan pakken. Hij wordt nu naar boven getild door 2 sterke boys. Yes! Wat vet! En dan vind ik het toch wel leuk om iets geks te doen in plaats van een witte. Toch, lekker knalletje. Kijk hoe pretty! Hallo allemaal! Vandaag worden de plinten vervangen. Dus ik ben heel benieuwd of dit allemaal goed gaat. En natuurlijk heel blij dat ik straks dan eindelijk in ieder geval 1 onderdeel van mijn makeover af kan tikken. Een mooie vloer. En dat die echt gewoon naar tevredenheid en goed is. Ik moet zeggen dat de vloer verder echt super mooi is en goed gelegd is. Dus het zit hem gewoon in de afwerking. Maar ik ben heel blij als dit achter de rug is en er 1 ding is afgesloten. Ook is mijn nieuwe woonkamerkleed binnengekomen. Die ziet er zo uit. Lekker zichtbaar. Hij is een soort beige met een zwarte rand en hij kan ook andersom. Heel nice. En er is een heel leuk roze poefje binnengekomen. Ik laat alles zoveel mogelijk in de verpakking, omdat er nog geverfd moet worden. Ik ben met de meiden van Dek Amsterdam en we zijn even alles aan het bijpraten, plannen smeden, terwijl we hier in een bouwvalsituatie zitten. We hebben net besproken wat we allemaal gaan verven en wat niet. Hierachter in deze muur wordt groen en misschien ga ik deze houten kozijnen ook verven, want die zijn nu een soort off-white, wat echt niet mooi is. Oké, ons kleurenpalet is dus groen met wat roze en wat mosterdgeel en verder gewoon hout en wit. Deze muur die nu roze is, wordt helemaal groen. Dat muurtje ook en dat nisje ook als het ware. Hier komen allemaal planken die helemaal doorlopen. En deze ramen waar nu een stijger voor staat, worden dan ook allemaal meegenomen. Ik ben ook even in de slaapkamer aan het kijken, waar ik nu dus geen bed heb. Wel heel gezellig, crisp sheets, spikkeltjes. En daar gaan we deze plankjes weghalen. Er staat nu ook niet zoveel op. Om wat rust te creëren en daar dan gewoon 2 grote kunstwerken te maken. Deze deurposten moeten ook gewoon fris wit worden. Die zijn nu een soort off-white. En dan moet ik even kijken wat ik met deze houten, dit bankje wil doen. Of dat er nog goed bij past. Maar ik denk dat ik deze kleur wel wil houden. Het is wel een mooi soort beige grijs. Leuk gaan deze schilderijtjes ook kleuren bij de tafel en bij de stoelen. Love it! Het is eigenlijk een soort touw dat op een doek zit in plaats van een schilderij. Het is echt super grappig spelen met texturen. Het is de grote dag dat de bank opgehaald wordt en de nieuwe bank bezocht wordt. Hallo? Hoi Kim, kom binnen. Spannend! Vaarwel bankje. Vaarwel schatje. Ze krijgen jullie cadeau erbij. Yes. Leuk. Ik heb wel een leuk hoekje ook aan voor dit stippenbroek. Op top. Daar is hij. De grote verhuisbus. Heftige struggles. Oké, dit was heel pittig. Deze jongens hadden nog nooit met een katrol gewerkt. Dus het ging maar net goed allemaal. Bloedheet, helemaal bezweet. Maar de nieuwe bank staat erin en de oude is eruit en iedereen leeft nog. Goedemorgen, ik ben in mijn huis waar op dit moment geschilderd wordt. Het begint eindelijk allemaal helemaal samen te vallen en over een paar dagen ziet het huis er heel anders uit. Super cool. Ik ben nu even een kijkje aan het nemen naar de eerste dag samen met Steef van Dek Amsterdam. En deze muren zijn allemaal wit en het plafond ook en de deuren hebben ook een eerste laag. En we hebben net de groene kleur geprobeerd die echt heel intens en donker wordt. Maar ik denk dat het heel vet wordt ook met het gordijn ernaast. Dit ziet er goed uit. Wat vind jij, Steef? Ben je blij? Helemaal super. Duimpje omhoog. Top. Dit is dus Steef. Hoi. Die hebben jullie al een paar keer voorbij zien komen inmiddels. Wij zijn nu in mijn huis waar gisteren het eerste schilderwerk is begonnen. Wat gaan we allemaal doen, Steef? Misschien kun jij het vertellen. Nou, we gaan deze muur van hier tot daar wordt een soort donkergroenige, grijzige kleur. De kozijnen zijn allemaal geschilderd, wit.
Alle deuren worden geschilderd en het plafond en de muren. En later gaan we nog de slaapkamer ook schilderen in een verrassingskleur. What? En het toilet. Oh ja, toilet. Wat gebeurt daar? Dat wordt leuk. Nou, die wordt één groot roze wolkje. De deur ook, hè? Ja. Ja, alles roze. Alles roze en dan een heel mooi zwart stijlen kraantje. Super girly. Het wordt net een iets meer oud roze tint dan deze. Hier zit best wel wat, een beetje lila of zo in. Een beetje blauw meer. Het is iets grauwer. Precies, je wil hem iets, iets meer nude of zo. We gaan nu kijken of de primer er al op zit, want we gaan dus ook de tegels helemaal schilderen. Ik moet zeggen dat de keuken er ook al mooier uitziet. De keuken is echt een doorn in het oog wat mij betreft. En die ziet er ook al mooier uit zo. Dit is maar één laagje. Ja. Heel mooi wel, hè? Bijna grijs-groen. Even de roze verf checken. Voor de goede kleur hebben en hoe het eruit ziet voordat het helemaal op de muren zit. Steve, klusvrouw van me. Oh ja, het is fantastisch. Super mooi. Een soort aardbeienyoghurt. Ja. Milkshake. Heel mooi. Het zijn al onze superleuke schilders. Hi guys. Hi. Zo mooi. Het is een hele donkere kleur groen, die Studio Green heet, van Farrow & Ball. Hele mooie kwaliteit verf ook, die heel goed egaal verft. En dit is helemaal mooi wit nu. Het lijkt zo groot opeens. En die lichte bank springt er ook veel meer uit nu. Het is dag 3 van het grote schilderen en klussen. En opeens is het huis gewoon helemaal anders. Ik ben helemaal in shock van hoeveel verf uitmaakt. En dan een aantal echt hele mooie nieuwe meubels. Maakt zoveel verschil. Ik ga nu de bank even weer tegen de muur zetten. Dit is geweldig. Die bank is ook zo mooi. Zit ook heerlijk en echt perfecte lengte. Mega plant ernaast voor het maximale drama effect. En dit hoort er natuurlijk ook bij, hè? Bij het druk schilderen. We gaan nu kijken waar we de plafondlamp boven de tafel willen hangen. Moet natuurlijk precies kloppen met hoe de tafel ook staat. Maar ja, dat is niet dit. Tussen het klussen in wil ik jullie even iets laten zien wat ik zo mogelijk het allervetst vind. Namelijk dat mijn hele toilet oud roze wordt en echt de mooiste, mooiste roze kleur die ik ooit heb gezien. Dit is echt de perfecte roze kleur. Ik ben helemaal obsessed. Het is echt waanzinnig mooi. Als je een roze accentkleur wil in je huis, is dit hem echt absoluut. Oh, zo mooi. Hij heeft iets heel neutraals en nudes. Het is echt prachtig. Maakt hem iets volwassener. Het zou ook zo mooi zijn met bijvoorbeeld donkerblauw of goud. Het is nu natuurlijk nog niet gestyled en zo. De deur is dus ook helemaal roze van binnen en tot dit hoekje. Dus als je dan de deur dicht hebt, zit je in één roze walhalla. Ik heb een zwart kraantje besteld voor hier. En dit keramieke lampje voor bovenin. Awesome. Het is inmiddels 9 uur. 9 uur is het. Toch? En we zijn hier nog steeds. Ja. We zijn echt kapot. Maar ook de gordijnen hangen nu. En Steve is iets heel erg ingenieurachtigs aan het doen. Wat ze nog nooit heeft gedaan. Dus daar ben ik wel trots op. Als het lukt. Als het lukt. Ook als het niet lukt, ben ik hartstikke trots dat jij dit probeert en kan. Ze kan ook net niet bij. Ja, dat is echt balen. Ja, dit is wel even wat anders dan voor die roze muur. Het is eigenlijk zo goed als klaar, de woonkamer. Dus ik ben heel blij en het voelt zo goed om zo'n nieuwe look te geven aan een ruimte. En een paar dingen zoals een kleur veranderen maken zoveel verschil. Ik heb ook andere gordijnen. Ik laat ze even zien. Dit is gewoon een soort melkdoek. Of kaasdoek heet dat, wat ze gebruiken om kaas mee te maken. Ik heb het niet eens echt laten stikken of zo. Het heeft hele grappige rafelrandjes. En dan heb ik wel een mooie zwart stalen gordijnroeder gekocht. Dus zo ben ik ook steeds aan het zoeken van hoe kan ik het de ene keer iets betaalbaar houden en de andere keer wel iets luxers kiezen. Zodat
alles in balans is en de kosten ook niet totaal de pan uitreizen. Als je nou denkt, ik wil zien hoe dat er allemaal in het geheel uitziet en voor- en na foto's, dan komt er volgende week woensdag de tweede video uit deze interieurserie online. En dat is een before- en after-video van de woonkamer. Daarna komt er ook nog een van de badkamer en van de slaapkamer. Dus de komende tijd kun je lekker veel interieurdingen bekijken. En ik hoop dat je het leuk vond om dit proces met vallen en opstaan met mij te volgen. Dus ik hoop jullie woensdag allemaal te zien bij de eerste before- en after-video. En dankjewel voor het kijken. Doei!